Je merkt dat deze bizarre periode eigenlijk enerzijds wel heel veel onzekerheid met zich meebrengt. Langs de andere kant zorgt dat ook voor een enorme verbondenheid. Hey paviljoeners! We hebben gekozen om elke dag om 11 uur een filmpje te posten op de website. Als je thuis ook een trap hebt, kan je je eigen maattafeltrap maken. Schrijf de maattafels op kaartjes en plak ze op de tredes. Die filmpjes zijn heel eenvoudig. Het zijn leerkrachten die filmpjes ook maken. Dus je hoeft geen regisseur of monteur te zijn om dat te doen. Het is vooral de creativiteit die nodig is. We willen eigenlijk vooral bereiken dat er een link blijft tussen de school en de kinderen en de ouders. In elk filmpje zal een tip staan voor de kleuters, zal een tip staan voor de kinderen van de lagere school en een tip om iets te doen rond beweging. En dat gaat altijd terugkomen in elk filmpje. 5, 10, 15, 20, 25. Filmpjes maken en doorsturen naar je leerlingen, dat kan je van overal. Een leerkracht kan een bepaald lesje van 10 minuten inspreken, kan iets tonen. Je hoeft daarom niet in een schoolcontext te zitten. De kindjes van het eerste leerjaar kunnen dit ook doen, maar met getalletjes van 1 tot en met 20. Het is belangrijk om kinderen die eerste of tweede leerjaar zitten, om die leerstof toch te onderhouden. Dat gaat van rekenoefeningetjes op een speelse manier tot leren lezen, schrijven. In het eerste leerjaar is het vooral denk ik heel belangrijk dat ze elke dag blijven oefenen en elke dag blijven lezen. Want we zitten in die beginfase waar dat ze nu al hun lettertjes wel kennen, maar het is heel belangrijk dat ze elke dag blijven oefenen. Sarah kijkt naar buiten. Ze ziet de zon en de wolken. Wij werken hier in Schaarbeek. We hebben veel anderstalige kinderen. Het is zeer belangrijk om het Nederlands te blijven stimuleren eigenlijk, dat ze thuis ook dingen kunnen doen, dat ze contact blijven hebben. Voor kleuters is dat een heel stuk moeilijker, hè, want dat is nog niet zo'n duidelijk afgebakende leerstof wat ze moeten leren. Daar proberen we vooral op de interactie tussen ouder en kind te werken. Dingen die kinderen kunnen doen thuis samen met hun mama en hun papa, om vooral die pedagogisch-didactische insteek te hebben. Dag allemaal, vandaag gaan we samen een tekening maken. De kinderen die hier bij ons naar school komen, die komen allemaal uit die nabije schoolomgeving. De meeste van die kinderen groeien ook op in een eerder kwetsbaar gezin. Die ook niet allemaal toegang hebben tot een computer. We merken wel dat de meeste van onze ouders een smartphone hebben, omdat dat voor hen ook een communicatiekanaal is dat ze vaak gebruiken. De kinderen die geen computer hebben een computer van de school in bruikleen meegekregen naar huis. Zodanig dat ook die kinderen toegang hebben tot de schoolwebsite. We hopen dat de periode zo snel mogelijk voorbij is. Als er dan toch iets positiefs uit deze periode moet voortvloeien, dan is het misschien de verbondenheid die ze teweeg heeft gebracht of die ze teweeg brengt nu op dit moment. Ik denk dat dat wel voor iets positiefs kan zorgen en dat we op die manier moeten bewijzen dat samenwerken wel kan in deze maatschappij.